Godverdomme. Welkom back op mijn kanaal. Voor de nieuwe kijkers, welkom op mijn kanaal. Heb je misschien nog niet geabonneerd? Abonneer dan gratis op mijn kanaal en dan blijf je alles op de hoogte. Vergeet ook niet het belletje aan te klikken. En voor de trouwe kijkers altijd en die wel zijn geabonneerd al, welkom. Het is vandaag, wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag woensdag. Het is 28 september als ik het goed heb. En het is in principe al echt laat. Ik ben deze vlog ook laat begonnen. Ik wilde echt al lang beginnen, maar ik had het zo druk vandaag. Ik heb zoveel dingen gedaan. Het is zo vies weer. Het is zo vies weer buiten. Nee. Dus ik zit in de auto zoals jullie zien. Ik heb net mijn wimpers toch maar weer gedaan. En dit keer heb ik een one by one gedaan. Ik vind het wel mooi en netjes. Dat meisje werkt kapot snel, echt binnen een uurtje bij elkaar klaar. Maar de volgende keer denk ik dat ik toch wel voor ons zei. Als ik het echt vol wil hebben, moet ik voor mixed lashes gaan of rushen. Maar ik dacht, ik ga gewoon voor een one by one. Maar ik zie van, nee, ik ga toch een keertje de volgende keer misschien mixed lashes proberen. Want ik wil wel een beetje vol. Dit is meer natuurlijk, zeg maar. Maar het lijkt alsof je niks hebt gezet. Anyway, ik ben er wel blij mee, Dani van. Ik wilde eigenlijk ook een pakketje met jullie openen. Ik ben zo licht bleek. Here we go met de wintertijden en herfsttijden. Anyway, ik wilde ook een pakketje met jullie openen. Die had ik gekregen vandaag. En ik wilde het echt met jullie openen, want in een andere vlog had ik ook al over dit gesproken. Toen had ik een kortingscode. En die kortingscode heb ik nog steeds voor jullie. Jullie kunnen met mijn naam, ga ik hieronder zetten. Jullie kunnen met mijn naam 10% korting krijgen op deze lipglossjes van haar. Maar ze heeft nu ook lipscrub op haar website en andere soort lipglossjes. Dus met deze ga ik jullie eventjes ergens forceren. En dan gaan we het samen lekker openmaken. Oké. Even met jullie openen. Ik hoop dat het makkelijk is. Ja, makkelijk. Ik vind dit pakketje al sowieso leuk uitzien. Papapapap. Het ziet er zo leuk uit. Nou, ik had twee lipglossjes genomen. Dus ik ga eventjes checken hoe ze zitten. Deze had ik nog niet. Ik had jullie gewezen welke ik destijds had. Laat me jullie weer wijzen. Ik had deze. Die blijft sowieso in de auto voor als ik me even snel een lipgloss moet zetten. Nou, ik had deze besteld. En erop staat Melanin Cosmetics. Dat is van haar, hoe noem je dat? Haar logo, in ieder geval. En ik had nog eentje besteld. En je krijgt in zo'n zakje mee met snoepjes. Dat vind ik wel leuk. Checken. Ik weet even niet meer welke namen deze zijn. Maar ik ga het hierbij zetten welke namen deze lipglossjes hebben op die site. Dus ik heb deze. Hier staat de naam ook op. Melanin Cosmetics. En ik heb deze. En dan krijg je er nog een kaartje bij. Haar businesskaart. En even kijken. En een persoonlijke kaart met je naam erop. En natuurlijk een bedankkaartje. Thanks. En hier ook nog een tekst. Ik ga nu eventjes die lipglossjes uitproberen. Want deze heb ik sowieso niet. Dus ik wil eventjes checken. Ik ga eerst deze checken. Ik zet hier erbij hoe deze heet. Ik vind het wel leuk met die dingetjes erin. Voelt dat? Het ruikt lekker. Het ruikt naar mint of zo. Deze is wel een goede. Dit ruikt echt naar mint. Dus als je iemand kust of dichtbij praat of zo, ruik je het sowieso. Nee, deze is echt een goede. En het is zo zacht op je lip. Ik hou van dit. Ja.
Ik hou ervan. Ik hou ervan. Dit is... Ja. Gaat sowieso mijn tas al. Dan moet ik nu even een papiertje hebben. Shit, is ook nog de laatste. Maar deze is wel lekker. Het tintelt ook een beetje op je lip. Alsof... Ja, het doet iets ermee. Dus sowieso vitamine en dat soort dingen erin. Proeft alsof het lijkt alsof je kalgen hebt op je lip. Toch sportlife of zo. Deze ga ik nu proberen. Hier zet ik ook de naam ervan. Ruikt ook wel lekker. Dat is het van haar. Zij zet wel lekkere geurtjes. Ik heb te veel gezet volgens mij. Dit is eigenlijk allemaal volgens mij doorzichtig. Ik heb een beetje te veel gezet. Deze is ook mooi. Ja, allemaal zijn doorzichtig. Maar ik ga het even op mijn hand zetten. Kunnen jullie misschien beter kijken. Zo ziet deze eruit. Het is een soort beetje roosachtig. Dus ik weet niet, als je misschien donkere lippen hebt, dat je... Of licht, ik weet niet. En ja, dus deze ziet er zo uit. Dan kan ik eigenlijk die andere ook laten zien. Maar deze, ja, is al duidelijk dat het doorzichtig is. Dus het is zomaar. En het heeft... Nee, het heeft geen glitter erin. Maar het ziet er dus zo uit. Ik ben er blij mee. Ik vind het heel mooi. Ik vind dat het heel erg zacht op mijn lippen is. Dus ik zal zeggen... Bestel gewoon eentje. Doe gewoon eentje. En dan kijk je wat jij ervan vindt. Ik ben sowieso een lipgloss... verslaafde. Ik heb volgens mij 4 of 5 lipglossjes in mijn tas. Kan echt niet, maar dan kan ik gewoon afwisselen. Maar ik vind deze echt de goeie. Ik vind ze zelfs beter dan die kleintje wat ik hier heb eigenlijk. Want deze zijn wat groter van formaat. Ze zijn, ja, ik vind ze wel beter eigenlijk. En ze komen gewoon in een leuke verpakking. Dat is ook alweer een plus. Dus mensen... Ik zou wel bestellen als ik jullie was. Bestel gewoon eentje en dan kijk je hoe het is. En als je hebt besteld, laat me weten. Want dan, ja, dan weet ik gewoon wat jij ervan vindt. Het is niet dat ik het maak. Maar ik vind het wel leuk om iemand te supporten. En zo. Dus bestel. Gebruik mijn naam. Gebruik mijn kortingsnaam. En dan krijg ik zo snel mogelijk binnen. Ze heeft ook andere op haar website. Hoor. Andere... Andere lipglossjes. Ook met kleur. Ook een soort bruine, maar die was uitverkocht. Dus ik dacht, shit. Andere lipglossjes gaan heel snel. Ik heb een tijdje. Maar dat wil ik even met jullie delen. Even snel nu. Ik ga nu naar huis. De dag is eigenlijk al voorbij. Ik ga straks wel even chillen voor de tv. Even mijn laatste avond genieten. En dan morgen moet ik weer werken. Ik pak jullie zo meteen misschien weer bij. Nou mensen, het is inmiddels al een paar dagen verder. Het is echt een paar dagen verder. Het is vandaag zaterdag. Het is nu 1:00. En ik ben onderweg om mijn nagels te doen, want ze hadden zoveel uitgroei. En ik wil ze gisteren zelf weghalen. Ze zijn echt verrot. Dus ik ga nu lekker eventjes mijn nagels doen. En dan laat ik jullie zien wat het wordt. Want ik ga iets doen wat echt wel leuk is, denk ik. Ja, ik ga mijn nagels doen. En ik ben natuurlijk zoals altijd weer laat. Ik ben echt altijd laat. Overal ben ik laat. Want ik heb om 1:00 een afspraak. Maar ik zit nu nog in de auto. Maar ja, ik ben er over 2 minuten. Dus niet erg. Maar ik neem jullie daarmee naartoe. Mensen, het is... Gewoon echt aan een paar uren verder, hè. Het is al 8:15. En ik moest rennen. Het regent, dus... Ik had het zo druk. Ik kon jullie niet eens mijn nagels laten zien. Nou, kijk, mijn nagels zijn zo geworden. Het is zo mooi. En ze heeft het precies gedaan zoals op de foto. En oh ja, waarom ik niet heb gefilmd toen ik mijn nagels deed... Ik had om 1:00 een afspraak, wat ik zei. Die man was niet eens daar. Die man was niet daar. Dus was ik al zwaar geïrriteerd, want ik had stompjes. Ik kan niet meer stompjes naar feest. Oké.
heeft hij gebeld. Toen heb ik hem gebeld van, hey, wat om 1 uur? Hij zei, nee, toch 3 uur? Zei ik, nee, 1 uur. Het was ook gewoon in die app. Nou, hij heeft gebeld. Kon ik bij iemand anders. En dan was ik pas 3:30 klaar. Ik was echt geïrriteerd en ik was zo moe om daar te zitten. Maar dit is mijn ene hand. En dit is mijn andere hand. Zo mooi. Ze heeft het echt gedaan zoals op de foto. Dat is even wat anders. Nou, ik ben daarna naar huis gekomen. Ben ik met Maya naar een kinderfeestje gegaan hier in de buurt. We zijn net een 30 minuten zo al thuis. En nu ga ik mezelf klaarmaken. Want ik ga bij de ouders, mama en papa, gaan naar een verjaardagfeest. Dus dan moet ik mijzelf nu klaarmaken. En ik had zoveel haast vandaag dat ik niet eens weet of mijn outfit mooi gaat zijn. Dus als die outfit niet goed is, dan ben ik echt verdrietig. Dus ik ga nu even checken hoe die outfit is. En dan ga ik douchen. En ik hoop gewoon dat die outfit, dat alles gewoon klopt. Want ik heb geen tijd dat niks klopt. Want ik moest al de hele dag rennen vandaag. Ik had mijn schema zo goed gepland. Maar door het weer en die stomme afspraak dat ik te laat werd. Gewoon, ik werd ook pas 2:30 dag geholpen. 1:30 later dus. Dat heeft me helemaal opgefokt. Want ik wou nog meer dingen doen. Maar ja, want ik wilde mijn dochter bij dat feestje laten. En dan zou ik naar huis komen. Zou ik alles checken hoe alles is. Daar had ik tijd. Dus als iets verkeerd was of zo aan die outfit, had ik het nog kunnen fixen. Nu was ik pas 5:00 bij die Visa. Bij die kinderfeest. En die feest begon 3:00. Maar ja, ik was toen nog in de salon. Dus ik was pas 5:00 daar. Dus nu moet ik haasten. Ik haat haasten. Maar ja. Zien jullie die edges? Kijken jullie of jullie vinden dat het is gegroeid. Hoor. Net als zoals die andere keer. Het ziet er echt raar uit, maar ja. En hierboven is sowieso goed. Maar ja, mensen, ik ga me klaarmaken. En als ik geen haast heb, laat ik straks even mijn outfit zien. En anders dan laat ik het op die Visa zien of zo. Nou mensen, feestje is voorbij. Was zo gezellig, ik kon niet filmen, want ja, het is mijn feest, daar kan ik niet zomaar filmen. Oh jee, maar het was echt gezellig. Echt gezellig. Iemand is ook dronken. Of laat me niet zeggen dronken, aangeschoten. Ik ben dronken. Moet ik rijden of niet? Ja, ja, kijk, ik kan niet die deur. Ik rij al sinds mijn 17e. Anyway, die feest was, dat feest was echt leuk. Moet je er ergens aan doen? Ja, dan moet deze. En ja. Dus dat. Nu is het op naar Zuhausen. Ik ben zo moe. En ik had eerst laten zien wat ik aan heb, maar ik plaats nu een foto. Dat had ik dus aan. Vreselijk, want de jurk gaat de hele dag omhoog. Maar ja, het was een... Geslaagde feest. Knop. Nou, daar zijn we dan weer. Kopen, volgende ochtend. Ik ben zo moe. We kunnen vakantiedingen opkopen. Jongens, ik heb een nieuwe telefoon. Hij is nieuw. En dit is mijn oude telefoon. Oké, gaan. Nou, het feestje was gisteren echt geslaagd. Het was echt gezellig. Het was een gezellige sfeer. En het was niet druk. Maar het was meer familie van mijn vriend kan. Maar het was echt gezellig. Ik heb echt gewoon best zo lang niet uit geweest. Dus het was echt... echt leuk. Weer naar eventjes. Een leuk feestje. Het is vandaag zondag. En ga ik doen. Ik ga straks Maya haar doen. Daar ziet er echt nu zo uit. Ik
had het gisteren losgemaakt omdat ze naar de verjaardag ging, dus haar moest echt losgemaakt worden. Mama, dus vandaag ga ik het. Mijn huisdier. Ja. Okay. Straks ga ik de haar al vastvlechten. En, want ik ga later weer naar een feest. Want vandaag is zondag, hoeveel oktober? Ik weet het even niet. Het is vandaag in ieder geval zondag en het is vandaag is er een kimono party. En daar ga ik naartoe met een vriendin. Ik zie er echt niet uit. Panty, alles. Maar ik ga vandaag daar naartoe met een vriendin. Maar dat is ook pas 's avonds. Dus nu, het is nu 11 uur in de ochtend. Ik ga eventjes een paar huishoudelijke dingetjes doen. En Maya de haar doen. En gewoon de dingetjes doen die ik moet doen vandaag. En ik neem jullie wel mee. Ik neem jullie ook mee met Maya's haren doen. Want dan, ik ga voor nu ook even snel een kapseltje zoeken wat ik voor haar wil vlechten. En het is niet eens dat we uit zijn gegaan, want we waren hoe laat thuis? 1 uur volgens mij. Maar dan ga je niet direct slapen toch? Anyway, ik praat weer zomaar. Ik zie jullie straks. Ik neem jullie straks weer eventjes bij. Nou mensen, ik ben een soort van bijna klaar. Ik wist niet wat ik met mijn haar moest doen. Dus ik heb maar gewoon zo een soort van strikje daar gezet. Ik ben bijna klaar. Ik heb alleen eventjes mijn wenkbrauwen doen. Dus dat ga ik even nu doen. En dan ben ik bijna ready to go. Dan laat ik jullie even zien wat ik aan heb. Ik heb een broek eronder aan in plaats van een andere. En, long hair, don't care. Nee. Ik hoop dat het gezellig wordt en we zullen zien. Ik heb deze tas. Deze tas mee. Ik denk wel, ja, het wordt er wel, past er wel bij. Nou. Ik ben zo vreselijk moe. En ik ben echt een beetje aangeschoten. Wacht, het licht is fout. Oh mijn god, mensen. Ik kan alleen zeggen, oh mijn god. Oh mijn god, het is nu 12:30. Wie moet morgen werken? Wie moet morgen om 7 uur opstaan? It's me.
Ik ben kapot, maar ik heb zo erg genoten. Oh mijn god, ik wilde haar lang naar zo'n feest. En nu was mijn kans en ik heb mijn kans gegrepen. En ik heb genoten, genoten, genoten van dit feest. Echt. Toen wij aankwamen, ik was met een vriendin gegaan. Toen wij daar aankwamen, toen speelde Kankan 3. En dat is sowieso een van mijn favoriete bandjes. Dus het was gewoon zo gezellig. Vooral toen we in die rij gingen. Gezellig. En daarna speelde Draaistong. Hun zijn ook echt goed. Ik heb hun nog nooit horen spelen. Maar ze zijn goed. Ze zijn echt goed. Ik heb zo genoten. Oh mijn god. Ik kon niet alles voor jullie filmen natuurlijk. Want ja, ik film natuurlijk mensen gewoon. En ja, ik ga niet alles zitten filmen daar. Dat is ook raar. Maar ik heb genoten en anders moesten jullie ook gewoon daar zijn. Het was zogenaamd tot 10 uur. Dat ding was gewoon tot, hoe laat gingen we weg? 12 uur. Dat ding was tot 12 uur. Ik weet niet hoor, maar ik kan alleen zeggen ik heb genoten. En morgen moet ik vroeg opstaan. Ik heb zoveel gedronken. Als mijn ogen dichtvallen. Ik heb volgens mij 4 of 5... een keer gingerwijn gedronken en dat is ook mijn lievelingsdrank. Gewoon, ik was zo blij toen ik het zag op die menu, op die drankenkaart. Ik dacht, wauw. En die drankenkaart was zo uitgebreid. Wauw, het had zoveel keus. Je kon zelfs marcousa sap, gember, gingerwijn. Er waren zoveel dingen dat je kon kiezen. Dat vond ik wel echt een plus. En er was natuurlijk ook eten, maar ja, ik had thuis al gegeten. Dus, ik vond het in ieder geval geslaagd. Nog vele na deze. Ik weet niet hoor mensen, maar ik ben moe. Ik heb gedanst. Mijn hielen doen pijn. Mijn voeten doen pijn. Dit waren lichte squats. Weet je toch, wanneer zo gaat van pap, pap, pap. Oh mijn god, oké. Soms was mijn neus ook dicht, hè. Ik kan niet praten, ik wil slapen, ik wil douchen, ik wil alles. Maar ja, anyway, ik ga even snel afsluiten voor deze avond. En see you tomorrow. Mensen, mensen, mensen. Oh mijn god, het is ochtend. Ik heb zo slecht geslapen. Ik heb zo nuttig als je een kater hebt volgende dag. En je moet gaan werken. Dat heb ik nu. Ik heb zo'n kater. Ik heb alles gedaan. Ik douche alles. Maar ik voel me gewoon vreselijk. Dus ik weet niet of ik het reed hoor. De hele dag op werk. En zou ik nog zeggen? Hoor jullie me? Ik heb niet eens kracht om mijn kind naar school te brengen. Maar mijn vriend doet dat. Oh mijn god. Hey. Ik ga niet meer drinken man. Ik ga niet meer drinken. Want om je zo te voelen is echt fijn. En dat ik ook nog moet gaan werken. En ik had zo slecht geslapen. Zo slecht geslapen. Dus ik heb ook geen rust kunnen pakken. Zo. Maar ja, bij deze wil ik ook meteen mijn vlog afsluiten. Ik hoop echt dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik heb geprobeerd meer te filmen op dat feest. Zodat jullie een beeld kregen. Ben je nog steeds niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan op mijn kanaal. Vink het belletje aan en dan krijg je alle notificaties binnen. En like, subscribe. Maak ook gebruik van mijn kortingscode om de lipgloss te bestellen. En laat me weten als je de lipgloss hebt besteld en wat jij ervan vindt. En ja, dan wil ik jullie weer welkomen in mijn... Ik zeg alleen maar bullshit. Oh, sorry hoor. Ik zie jullie bij de volgende video. Bye bye.